Goedemiddag mensen, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben René, de Dutch Car Guy. En zoals je ziet zit ik niet in mijn auto, ik zit in mijn werkbus. Die gaan we nu lekker wisselen, het is een lang Pinksterweekend. En aankomende maandag, nou ja, voor jullie afgelopen maandag dan, is de meeting van mijn maat Hidde, Kings of Tuning. Maar ik zei het op mijn TikTok ook, het nadeel van dit mooie weer is die vreselijke tyfushars die uit de bomen komt en op je auto terecht komt. Dus als je auto gewassen hebt, zie je binnen echt 2-3 uurtjes alweer zo'n plakhars erop zitten. Nou, wat heb ik nu gehaald? Even nieuwe Meguiar shampoo. En dit heb ik al een tijdje niet meer gedaan, want die was op bij mij. Dit is de ceramic coating van Meguiar's. Top spul en het houdt ook een beetje tegen dat die hars aan mijn fret plakt. Dus ook voor de auto, als ik hem eventjes met hoge drukspray moet doen, veel makkelijker schoonmaken. Dus dat gaan we nu doen. Pardon. Nu eerst maar even de bus wisselen voor de auto. Kijk, en je ziet het ook wel. Die gore hars, je hoort ook. Al die tyfushars die erop zitten. Dat komt vooral van die hazelnotenboom daar. Je ziet het ook. Dus dat wordt weer even goed en flink onderhanden nemen. Nu eerst nog even een bakje doen bij mijn moeder. Zo, weer lekker thuis. Ik ga nu eerst even lekker voor een barbecue met de jongens morgen. Lekker kippetje voorbereiden. Citroenkip met kruiden. En ik ga ook nog een citroen kruidenboter bij maken. En zometeen dan komt mijn maat Peter, die doet altijd mijn APK, die komt de auto even ophalen. En die gaat de APK regelen voor de auto en we krijgen hem morgen weer terug. Succes! Kippetje gaat erop, boys. Nou, boys, laten we eens even kijken hoe staat hij erbij. Zo, mensen, auto weer terug. Even APK. Alles was netjes. Alleen één klein probleempje, en dit wist mijn monteur niet: is mijn ruitensproeiers bij de bumper, die was afgebroken. En ja. Ben ik nu dus kwijt. Wat er was gebeurd, mijn ruitensproeiers deden het om een of andere reden niet. En mijn monteur heeft dat gerepareerd. Maar die wist niet dat het binnenunitje afgebroken was van de bumper. Dus die was lekker onderweg de ruitensproeiers aan het testen. En in één keer, daar ging mijn ruitensproeier. Godverdomme. Maar gelukkig heb Nico Buis van het Subaru Forum. Ik had op het Subaru Forum neergezet van jongens met grote spoed. Want ik ga naar Kings of Tuning natuurlijk. En ik wil niet met gaten met bumper staan. Ik heb een unit of een kapje nodig. Hij appte me. Ik ben toevallig morgen in Amsterdam. Dus dan neem ik ze wel voor je mee. Nico, top jongen. Dankjewel. Echt. You saved my ass. Dus morgenochtend eerst maar eens even een nieuw kapje ophalen. Zo, lukt het. Dit ziet er natuurlijk niet uit. En tussendoor, buiten de auto's, moet ik hier nog even iets bouwen in 1, 2, 3. En klaar! Kijk jongens, wat wel grappig is. Eigenlijk hè, kan je hier een soort pestwapen van maken. Want, zie natuurlijk, ik heb dat gat erin zitten. Moet je opletten, kwam ik ook achter. Kijken we of je het ziet. Even zo. Hehehehe
Dus als mensen lastig zijn, spuit je ze gewoon nat. Zo, goedemorgen jongens. Ik ben verrot. Tenminste, mijn lichaam is verrot. Gisteren de basis van de hele overkapping gebouwd. En helemaal geen tijd gehad om de Subaru te wassen. Nou ja, je ziet. Mijn ruitensproeiers liggen er nog uit. Gelukkig ben ik geholpen. Dus ik ga zo even de auto omdraaien. Op zijn hoogste stand zetten. Als eerste eventjes de ruitensproeiers terugmonteren. Dat die weer zitten. De kapjes eventjes straks even vreppen. En dan kan ik de auto helemaal gaan wassen. Ik moet nog de hele dag. Maar goed, wel gezellig met Kings of Tuning. Dus nu eerst even dit regelen. Kijk eens, dat is de eerste al mooi in de wrap. Er zitten wel wat deukjes in, maar goed. Beter dan de ander. Nu de andere nog even doen. En kijk eens aan, dat is nummer 2 ook netjes weer in de wrap. Nu weer even terug monteren. Zo, weer netjes erop. Monteert hem wel. Alleen ik moet mijn ruitensproeier niet gebruiken, want het clipje van deze en van de binnenste is afgebroken. Dus als ik hem nu weer gebruik, is het ploep. En ben ik die ook weer kwijt. Dus, maar ja, ik ben gewend mijn ruitensproeier niet te gebruiken, dus dat maakt niet heel veel uit. Voor de show voor vandaag is het prima. En dan daarna ga ik even kijken van hoe we het nu wassen, want hij is behoorlijk smerig. Maar ja, jullie weten hoe dat werkt. Zo, is er weer helemaal klaar voor. En kijk eens, hier er ook eens Robby. We zijn dikke Peugeot 2.0. Wat was het? 2.07 toch? 2.07. En 2.07. Ook op lucht. Nou, gaan we een mooie dag van maken. Ja, jongens, gearriveerd op het eventterrein en er staat aardig wat leuke kwaliteit hier. Paard neergezet en we gaan eens even kijken wat er allemaal is. Er worden ook battles gehouden tussen showauto's, wel leuk. Ik doe zelf niet mee aan de battles. Ik vind hem zelf niet goed genoeg, maar het belooft een leuk dagje te worden dit. Thank you.
zeg maar, vermogen. We moeten ongeveer op elkaar gaan draaien. We moeten nog even goed hebben, geïnteresseerd worden. Met zo'n met alle respect, oud, heb ik zelf ook, wij zelf ook. Ja, ja. Ook met zo'n oude lichtband. Ja, ja. En vertel eens, hoeveel pk draai je nu? Ongeveer 220. Zie gek voor snel golven. Nou, ja, mooi hè. Ja. Ik heb nog wel eens een keer een plan gehad om een Amazon te nemen. En daar 2RZ in te hangen. Ja. 2RZ, er wordt heel veel gedaan met deze ook. Ja, klopt, omdat je de ruimte hebt in dat ding. Gaaf wild man. Ja. Ja, die, dit soort motoren, ja, dat is natuurlijk een stuk makkelijker te bouwen en te tunen. Deze, ja, ja, ja. Als ja. Ik even naar mijn Subaru kijk, ja, chippy en dat is wel gedaan. Ja, als ik verder wil. Ja, alles aan de pas, ja. Ja. Deze valt er wel mee. Mooi, man. Het is allemaal gewoon old school. En dan gewoon lekker anders. Ja. Zoals het hoort. Ja. Dik, ja, je ziet ze nooit in de scene. De Amazons misschien in de old school scene, maar deze zie je sowieso niet in de scene terug. Nee. Ja, echt dik, man. Leuk. Ja. Kijk jongens, dan is hier een van de oude interviews terugkomen die ik vorig jaar heb geïnterviewd, de Mazda 3 van Wim. Blijft een topauto, hè? Blijft gewoon een dikke topwagen. Als jullie hem nog niet hebben gezien, kijk even terug in de video's, dan zie je het hele interview van deze auto. Kijk, en dat is leuk. Hè? Eerste winnaar, de Peugeot. Dit is nieuw dit jaar. Ze doen hier dus de battles dit jaar. En ja, de show tegen show. Het is een beetje zoals op Toon the World at Bordersee. Maar ze hebben maar gelimiteerde ruimte voor de mensen. Dus de Peugeot is nu als eerste de winnaar. En de volgende die gaat weer een podium om te kijken wat de battle dan is.
Zoals hier verschillende battles, verschillende auto's en een hele dikke oldschool tuning stijl. De meeste auto's hier zijn oldschool gebouwd, bodykits, vleugeldeuren, eigenlijk de tijd zoals je het graag zou willen zien. Niet meer de tijd van tegenwoordig, maar ik blijf van mening dat dit de allerdikste stijl blijft. Als je al kijkt naar bijvoorbeeld de 106, de EP, nou ja, en dan een iets nieuwere stijl. De Seat Leon, de verschillende stijlen, daarachter de BMW, die dan met een dikke white body kit is wat tegenwoordig is. Dit is zoals het hoort, echte custom builds en ja, dit is wel echt het niveau waar ik het meest van hou.
echt wel mooie kwaliteit uit. Het is lekker weer. Heerlijk. Vergeleken vorige week geniet ik hier veel meer van, want er is echt wel wat om naar uit te kijken. Elke auto is zo aangepast dat je echt wel eventjes blijft staan. Het is niet het standaard, nou, vlaggetje, lipje, uitlaatje, zo, ik heb een project. Nee. Er staan echt wel projecten tussen waarvan je denkt, wauw, nou ja, als we even gewoon een voorbeeld nemen, hè. En die hebben jullie natuurlijk op mijn vorige vlog gezien, is de auto van Wim. Als je ziet hoeveel werk er al in Wim zijn auto zat. Weet je, dat zijn de echte oldschool tuning auto's. Gewoon, ik kan hem nog zo vaak in beeld brengen, maar jullie kijk eventjes het interview terug. Dat was mijn eerste interview die ik heb gedaan met deze auto. En het is zo'n strakke wagen, hij is zo netjes. En ik weet dat er nog veel meer van plan is. En volgens mij, als ik hem vergelijk met de vorige keer, heeft hij nieuwe stoelen erin zitten. Volgens mij van de Mazda RX-7. Dus dat is alweer de volgende update die hij gedaan heeft. Maar ook weer dit soort auto's, het ziet er zo netjes uit. En ook het respect onder de eigenaren. Het is gewoon, hoe is het? En oh, een mooie auto heb je. Het is geen afzeiken. Het is gewoon gezellig. En de mensen vinden het leuk om te zien. Ja, dit is meer. Het is natuurlijk een kleine meet. 75 auto's. Ik weet dat heel veel van jullie vandaag ook naar het TT-circuit op Assen zijn. Ook hartstikke leuk hoor. Maar persoonlijk heb ik niks meer met het TT-circuit van Assen. Dit is leuk. Dit is gezellig. Hier komt ook veel normaal publiek uit deze streek. En ik vind het allemaal heel leuk om te zien. Ja, en dat doet mij gewoon veel meer. We hebben hier nu even pauze. Ze zijn nu de battles voor de volgende ronde aan het uitdenken. Maar ja, weet je, naar mijn idee is dit gewoon een iets gezelliger meeting. Assen is ook leuk, maar voor mij te massaal en te veel auto's die echt afgetrapt zijn die ook op het terrein staan. Wat ik zelf niet zo leuk vind, maar goed. Ieder zijn eigen smaak, ieder de hobby en ieder hoe die hem zelf wil bouwen, toch? Kijk, hij gaat voor het eerst een luchtvering proberen. Nou, probeer maar eens. In de assen zitten twee knopjes. Voel je die? De links? Ja. Ja. En dan doe je de onderkant, eerst de linkerkant indrukken en daarna de onderkant aan de rechterkant. Wat gebeurt er dan? Druk maar, wacht even hoor. Onderkant. Zo. Vet. Ja. Ik heb een hoog laag. Dat is cool, hè? Ja. En wel heel cool inderdaad. Ja. Snel als van je oren. Hey, vertel, wat vind je van alle auto's? Echt wel mooi. Ja? Ja. Heb je zelf ook eentje? Ja hoor. Ja hoor. Ja, ik ga denk ik niet pakken. Hey, we zijn allemaal ergens begonnen en ook hier met naar shows kijken. Hè? Daar zijn we mee begonnen en vanzelf gaan bouwen. Nee.
bas horen. Dat is toch het mooiste, hè? Kinderen die voor het eerst dit soort auto's in bas voelen. Kijk, deze kleine man waar even zitten. Geef maar een keertje gas. Probeer maar eens. De meeste aan die kant. Ga een beetje gas geven. Kijk, dat is mooi, hè? Ja. Niet te veel gas geven, niet er één keer indrukken. Probeer maar. Welke is het nou? Ja, die ja. Nou, dat is mooi, hè? We hebben deze man hier, hè? Hij is de eigenaar van deze blauwe coupé en ik ken jou al jaren. Oh, wij waren aan het vechten om een wingmaskit. En ik heb hem, klootzak! Maar? Ja? Ik ben netjes, want ik heb de achterschermen van een hatchback. Ja. En die krijgt hij van me. En waarom wou ik nou een wingmaskit hebben? Niet eens voor mijn eigen auto, maar puur om voor aan de muur te hangen. Dus als decoratie zijn voor mij een leuk wingwest kitje liggen. Tenminste, ik dacht, zeg maar, wat is een wingwest kit? Een wingwest kit is eigenlijk een wide body. Kijk, daar heb je hem. Dat is eigenlijk een wide body voor een coupé of een hatchback. En ik vond dat leuk om aan de... Nou, ik zal het hier even laten zien. Deze gaat toch nooit meer op een auto. Het is eigenlijk een wide body fender, om het zo te zeggen. Die hoort hier. Zo. Een soort van wide body best. En dit is meneer Wingwest. Alles Wingwest. Alles. En daardoor heb ik nu twee mooie decoraties voor in mijn lood straks. Zeer zeldzaam. Ik denk dat de laatste zijn in Nederland. Misschien wel in Europa ja, zelf. Op die Wingwest kit die jij te pak hebt gekregen. Klootzak. Ja. Maar goed, ik heb weer wat leuks voor aan de muur. En dat is ook een beetje elkaar helpen, hè. Dat is de tuning scene van vroeger en dat is wat we hier doen. De tuning scene van vroeger, elkaar lekker helpen. En ik ben hier ook weer blij mee, gaat een mooie plekje krijgen in de loods.
Zo jongens, dat was het weer. Kings of Tuning 2023, wat een heerlijke meeting. Aan alle bekerwinnaars en de battles, van harte gefeliciteerd met jullie beker. Ik heb een topdag gehad, er is weer een leuke vlog uitgekomen. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Lekker een oldschool meeting. Dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende. Laters!